Maar ik wens jullie in ieder geval een hele goede jaarwisseling. Hallo lieve vrienden, ja ik ben bijna tot zover klaar. Ik moet eerst de hondjes nog even uitlaten. Ik heb mijn kettingen nog niet om, maar dat komt straks wel. Want anders moet ik die toch weer af, want ik wil me nog omkleden voor vandaag. Ik heb nou mijn oude klofje gewoon aan, maar ik heb wel mijn oorbellen aan, want daar zit ik altijd vaak mee te prutsen. En ik ga eerst de woefwaffietje uitlaten. Oh, en Rijka, toch hou eens op. Oh. Soms nou, die zit weer aan de pootjes, aan een van die nageltjes te sabbelen en te doen, maar ik weet het niet. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen welkom bij een gloednieuwe vlog en een hele fijne oudjaarsdag toegewenst. Ja, en dat namens Corina en de Beestenboel. Nou, wie er nog ligt te piepen, Joost mag het weten. Ik weet het niet. Maar in ieder geval, geniet van alles. Het is prachtig mooi weer. Wat willen we nou nog meer? Alleen, ja, helaas geen sneeuw. En waar je het mee moet doen is je sterretje. Nou ja, of je gaat de dozen uit elkaar knallen of wat dan ook. Ja hoor. Genoeg dingen om lawaai mee te kunnen maken wat niet verboden is. Dus ja, doe je dat toch? Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ervan en tot straks. Doei! Zo, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ja, ik moet me dus nog wel omkleden hoor, daar niet van, maar dat doet er niet toe. Nee, ik zit even aan een bak koffie en een Bounty. Ja, ik heb ook namelijk weer boodschappen gedaan, maar ja, wat vergeet ik? En het was zo druk. Daar kwam het ook door dat ik het vergeten ben. Kattengrit, maar dat kan morgen ook, want ze zijn morgen gewoon open, dus ja, whatever, ja, ga ik er morgenmiddag weer even heen, even de kattengrit halen, en ze hebben geen koekje gehad, want zo lief waren ze niet, ze waren wel grotendeels lief, maar tenminste lief, stil, maar wat ik niet gehoord heb, is dat er wat stuk gevallen was. Ja, en dat hebben ze op een valie gekregen. Dat was wat stuk gevallen, dat heb ik me weggegooid. Ja, dus kapotte dingen heb je ook weer niks. Dus dat was helemaal in gruzelement. Ik denk, nou ja, nou dat weer. Oké, nou ja, ik had het van een ander gekregen die me niet dierbaar was of zoiets. En die komt ook niet meer bij me, dus het boeide me 1, 2, 3 ook niet, maar... Ja, ze hebben wel af te leren, dus ik heb ze wel straf gegeven. Ze moeten gewoon rustig wezen als ik weg ben. En als ik terug ben, dan kennen ze in de tuin nog altijd stoeien. Ja, ze zijn net ook weer buiten geweest in de tuin. En ik heb de stofzuiger door de kamer heen geslingerd, maar wel die nieuwe. Nou, helemaal perfect. Ja, echt wel. Helemaal goed. Ik heb de hele kamer gedaan en ik denk nou een bak koffie en even mijn Bounty opeten. Ik had ook mijn telefoon gehoord en die ligt daar ginds heel, dus ik heb appjes binnen, zal ik ook even beantwoorden. En als ik dat allemaal klaar heb, ga ik naar boven toe, ga ik me omkleden en dan kom ik nog even bij jullie retour, maar dan ga ik ook online proberen. Op YouTube. Ja, op YouTube. Proberen online. Met mijn eigen mobiel. Dus die moet ik ook. Nou jongens, ik zal even weg aan de lade gooien. Voordat ik dat doe. En dan komt het allemaal wel weer goed. Of niet dan? Dus ja, geniet van jullie namiddag zou ik zo zeggen. En tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, daar ben ik dus weer. En ik heb van alles en nog wat al gedaan. Ik denk dat het is daar, troep wil ik niet zeggen. Een hoop staat in elkaar, maar... Het hangt me niet op mijn rug. Het gaat wel mee het nieuwe jaar in. Maar het hangt me niet op mijn rug, nee. Ik ben dus online geweest, zoals jullie wel weten. Want ja, ik had wel een paar kijkers. Dus mijn horlogebandje goed doen, zo.
En ja, even leuk zitten te praten, even leuk zitten te dollen. Nou, dat moet allemaal kunnen. Ik heb ook dat gedeelte met mijn eigen tijdlijn en met de 50+. En ik moet nog verder eigenlijk delen, maar ik denk eerst even een hapje eten. Dus ik heb al soep gehad en een broodje, puddingbroodje lekker opgegeten. En de diertjes hebben vlees gehad. Ik had voor Kandalf had ik van gourmet een blikje. Ik heb nooit geen gourmet, altijd die goedkopere spullen. Ik denk maar ach, het is oud en nieuw, weet je. Nou, de hondjes die hebben, ja, weet ik wel, wat ik voorheen voor Rijka ook altijd kocht, die bakjes met vlees. Nou, dat hebben ze gehad. Ik heb er nou nog eentje staan vanmorgen. Nou, en dan kunnen ze weer over droogvoer. Ja, enkel feestdagen, dan krijgen ze dat met speciale dagen. En dus, komt allemaal wel goed. En ja, in maart is Elwing jarig, 22 maart als ik hem nog goed herinner. Nou ja, dan is weer tijd voor een feestje, dus dan krijgen ze weer vlees. Ja, het is niet altijd feest, zei mijn moeder altijd. Dus ja, is voor hun net zo. En ja, ik heb ook al een paar mensen gebeld om ze een fijne jaarwisseling toe te wensen. En dat wil ik jullie bij deze ook allemaal doen. Al mijn volgers, al mijn vrienden, even via YouTube. Hele fijne jaarwisseling gewenst. God zegen. En hou jullie goed in het nieuwe jaar. Blijf gezond. En hou van elkaar. Ja. Meer kan ik er niet van maken. Ik hou ook bijna van iedereen. Ja, bijna wel. Er zijn een paar die ik liever niet meer zie dan wel. Maar oké. Af en toe gebeurt het eens. Ja. Zo één keer in de zoveel jaar bij wijze van spreken. Maar ik wens jullie in ieder geval een hele goede jaarwisseling. Geniet van alles met wat jullie doen. Lekkere hapjes heb ik op tafel van mezelf. Ik zit er maar alleen, maar ook ik wil gezelligheid. Dus dat moet je zelf maken. Ja. Maar ik zou zeggen, geniet van alles. En tot in het nieuwe jaar. Tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden, het blijft toch wel mooi, hè? En toch schieten ze vier vuurwerk af, wat niet mag. Maar ik laat het jullie zien. Waar halen ze het vandaan? Terwijl het niet meer mag, waar halen ze het vandaan? Eventjes buiten de poort.
Gelukkig nieuwjaar, hè? Het mag toch niet? Ik begrijp dit niet, hè? Maar ja, oké, lieve vrienden. Ik ga in mijn bed. Oeh, kijk eens. Wow, die is ook mooi. Ik blijf het mooi vinden, hè? Ja, nee, maar ik ga wel weer naar binnen toe, want het is niet al te warm. Mijn hondjes zijn erin, dus ja. Geweldig! Dat de politie er is. En dan kennen ze naar de cel. Want ja, het is verboden. Nou, lieve vrienden, ik ga weer naar binnen. Ik heb wel blijven staan, maar ik heb er hier twee. Die zit daar. Die vindt het niet erg. En die ligt onder de eethoek. Oh, kijk. Oh, zo mooi. Moet jij kijken? Moet jij kijken? Ja, jij wilt wel kijken, een kleine meid. Ja, happy new year, hè? Happy new year, meisje. Kom jij op, mijn schat. Oh, godje dikkie, hè. Ja, oh, godje toch. Ja, nou, vrouwtje zal even afsluiten, lieverd. Dus ja, lieve vrienden, ik sluit weer af en ik zou zeggen, tot vandaag, over een aantal x, een aantal weet ik wel hoeveel uurtjes. Ik zou zeggen, dag, lieve vrienden.